weliswaar 2-0 winnen. Een wedstrijd als inpakken en wegwezen? Of, Ja, dan zou je misschien wel te makkelijk mee afdoen. Natuurlijk blij wel met de overwinning. Maar als je kijkt naar de tweede helft, hadden we A, veel meer goals moeten maken. En B, hebben we gewoon in de eindfase gewoon heel slordig gespeeld. En denk ik dat we het publiek misschien meer hadden kunnen bieden met het scoren van meer goals. En zeker met het spel, want dat was de tweede helft. Het laatste deel van de tweede helft gewoon niet goed. En tegen een betere tegenstander krijg je misschien nog een goal tegen, waardoor het spannend wordt. Maar uiteindelijk zijn we wel blij met de overwinning. Nou, uiteindelijk denk ik wel een solide overwinning. Terecht. Alleen, als je kijkt naar hoeveel we de vorige week hebben gemaakt. Ik denk dat we de kans hebben gehad om er minstens net zoveel te maken. En dat hebben we in ieder geval nagelaten. Dus ik denk dat met het spel van de tweede helft, daar kunnen we mee verder als in. Dat is voor verbetering vatbaar. Maar nogmaals, al met al een solide 2-0 en verdiende overwinning. Voor de wedstrijd zijn eigenlijk twee dingen. Het balbezit moet goed zijn. En ik wil aan de linkerkant Ole naar binnen zien komen. En dan de back Kuipers eromheen. Hoe vond je beide dingen gaan deze wedstrijd? Nou, het is een beetje anders. Kijk, we hadden wel het idee dat Helmond Sport heel compact ging spelen. En volgens mij deden ze dat ook. En ze waren volgens mij na 10 minuten al na de blessure van Moussaba aan het tijdrekken. Vanaf het begin al. Ja, dat werkt niet mee, dat weet je. Dus moet je zelf een manier verzinnen om tempo in het wedstrijd te houden. We waren heel traag in de opbouw, vond ik. En dan moet je het veld breed houden. Dus moet ook Ole het veld breed houden. Zeker als de bal aan de andere kant is bij Rens, dat hij de crosspaas kan spelen. En moet hij met momenten naar binnen. Wij vonden nu dat echt de buitenspelers en Ole en ook Okita te veel naar binnen speelden. Waardoor je allemaal in de as komt te voetballen. En dat is heel makkelijk te verdedigen. Dus dat hebben we in de rust nog even aangestipt. Nou, je ziet eigenlijk de eerste goal, die was nog wel voor rust, die komt vanuit de flankbal. Die tweede bal komt ook van de flankbal. Dus dat hebben we niet helemaal goed gedaan. Ja, die fase van de tweede helft, daar heb ik net eigenlijk al wat over gezegd. Dat deden ze thuis eigenlijk ook wel een beetje, dat ze wat inzakken en ons de bal gunnen. Met name de eerste 40 tot 50 meter. En dat is toch best af en toe lastig om daar heel makkelijk doorheen te spelen. Je moet heel veel geduld tonen. Lopende mensen, denk ik. Ja, precies. Je moet heel veel diepte hebben. Met name dan vanuit de tweede linie, omdat zij zo hoog staan. En dat gebeurde bij Vlagen wel redelijk. Ik denk de eerste helft een paar keer, tweede helft ook wel. Alleen zijn ook periodes heel slordig geweest. En ik denk als je dan iets langer de bal houdt, ook al is het misschien minder leuk voor het publiek. Je speelt hun wel steeds verder uit elkaar. En daar is het eigenlijk uiteindelijk om te doen. Zodat je als je daadwerkelijk overgaat tot het creëren van een kans of de, hoe zeg je dat? De splijtpaas gaat geven, dat je daar minder risico in hoeft te nemen, dat de kans groter is dat die aankomt. Dus dat hadden we af en toe wat beter kunnen doen, maar we hadden wel verwacht dat ze zover in zouden zakken. Ja, wat me wel opviel van de tweede helft is dat je wel veel kansen creëert. Ja, wat ik zeg, ik denk dat we 3 of 4 keer alleen voor de keeper hebben gestaan. Het heeft ook maar een stukje scherpte te maken. En kijk, in deze wedstrijd, op het moment dat je 2-0 maakt, begin van de tweede helft, dan weet je eigenlijk, die wedstrijd is klaar. En dan moet je gewoon ook in het team krijgen van, nou, we willen doorgaan, we willen doelpunten maken, we willen controle houden. Alleen dan gaan we rare dingen doen, uit positie lopen, moeilijke ballen geven. En creëren we nog wel een aantal kansen. Dat is tweeledig. Hè? We moeten beter in positie blijven voetballen, hoger tempo, goals willen maken. En uiteindelijk, ja, de kans die je dan wel krijgt, afmaken. Maar goed, ja, dat is niet expres dat je die kansen mist. Misschien ook een stukje scherpte. Nou, dat is jammer dat Okita die bal niet maakt. Dat is een goede paas. Ja, ik had er weer een streepje bij mijn naam wat betreft een assist. Maar hij schoot hem er jammer genoeg niet in. Alleen daar baalt hij zelf ook van. Ik had het er net nog met hem over. En daar was hij zelf ook van aan het balen. Dus gelukkig heeft geen consequenties gehad voor de uitslag. Ja, ik vond hem wel scherper. Dat klinkt natuurlijk gek als je 3 kansen mist. Maar het leek hem wat meer te doen deze wedstrijd. Vond jij dat ook? Nou, dat heeft hij altijd wel. Kijk, ik denk dat Jonathan even een succesbeleving nodig heeft. Als hij een goaltje maakt, dan is hij daar ook doorheen. Hij weet zelf ook wel dat hij wat mindere wedstrijden heeft gespeeld. Nu heeft hij een aantal kansen gehad waarin hij niet scoort. En ik vond hem wel een scherpe ogen. Alert. Ja, en dan, hij mist die kansen niet expres. Dan moet het even meezitten. Misschien ook wel meer kwaliteit in het afwerken. Maar dat is voor hem net even een zetje in de rug als die ballen wel ingaat. Maar ik vond hem wel heel goed invallen. Wat kon je zelf verbeteren? Want ik heb jou een schot met links zien geven. Een paas op Okita. Ik heb een schot overgeschoten. Dus misschien is dat voor verbetering vatbaar. Ik begon wat onrustig met die steekbal op Jonna die ik iets te gehaast gaf. Waardoor die verdediger makkelijk kon onderscheppen. En ik denk dat ik daarna wel redelijk in de wedstrijd ben gegroeid. Dus er zijn altijd ook genoeg verbeterpunten. Hoe is het met Moussama? Niet goed. Hij heeft volgens de eerste diagnose een breukje in zijn kuitbeen. Ja, dat was een flinke tegenvaller in het begin van de wedstrijd al. Zeker, ja. Heel vervelend. Was nog even afwachten wat het precies was.
Nou, naar het er nu uitziet is hij er een tijdje uit. En ja, heel vervelend voor hem vooral, maar ook voor het team. Want Anthony was natuurlijk een man in vorm en dreigend voorin en scoorde doelpunten. Dus dat is een tegenvaller. Ik moet zeggen, wel complimenten aan Okita hoe hij dat uiteindelijk heeft ingevuld. En natuurlijk is die jongen zelf ook teleurgesteld dat hij niet een goaltje heeft meegepikt, want hij had wel moeten scoren. Nu naar de Eagles. Ja, een hele andere wedstrijd, andere kwaliteiten. Ja, die wedstrijd zal misschien weer wat anders gaan vragen dan deze wedstrijd. En daar zullen we ons dan ook weer tegen wapenen. En, we nemen de goede dingen nemen we mee, waaronder de overwinning. En nogmaals, wat ik al eerder aangaf, er waren genoeg verbeterpunten. En, daar zullen we aan werken, zodat we het ook Eagles lastig kunnen maken en hopelijk daar kunnen winnen. Ja, zeker. Dat is een ander kaliber. Maar goed, het is volgende week. Hè. We moeten nu goed kijken van wat moet er beter. Dat zijn vooral de dingen die ik net aangaf. Op het moment dat je dit tegen Go Ahead doet, dan wordt het een andere wedstrijd. Dat is gewoon een betere tegenstander, met alle respect aan Helmondsport. Maar goed, dat is weer een andere wedstrijd, dus dan gebeuren er ook waarschijnlijk weer hele andere dingen. Ja. Zien we volgende week wel. Ja. Succes, hè? Dankjewel.